Om te beginnen, ga naar edu.bandlab.com. Log in met jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Klik de opdracht Feliz Navidad aan. Klik nu op Start Assignment, dat betekent Start Opdracht. Je kunt kiezen, kies voor Teachers Assignment. Je ziet twee tracks. Door op de letter M van Mute te klikken, kun je het geluid van de track aan of uitzetten. Laat de eerste track, dat is de originele opname, aanstaan en het geluid van de tweede track blijft uitgeschakeld. Klik op de afspeelknop en luister. Druk op de pauzeknop om het afspelen te stoppen. Daar waar de muziek begint, moet ook onze drumbeat starten. Klik op Add Track om een nieuw spoor toe te voegen. Je kunt kiezen. Kies voor Drum Machine. Je kunt kiezen. Kies voor Empty. Je ziet nu op de track een A-region en een B-region. De A-region is in de onderste helft van het scherm geopend voor bewerken. Links zie je de verschillende drumgeluiden staan met hun symbooltjes erbij. Bij de symbolen staan letters zoals A, O en J. Deze letters kun je op je toetsenbord indrukken om het geluid af te spelen. Het patroon dat A heet bestaat uit 16 hokjes. Wij maken een patroon met 8 maal de hi-hats. Nu voegen we op de eerste en op de derde tel een basdrum toe. Tot slot voegen we nog een snare toe op tel 2 en op tel 4. Patroon A is klaar. Patroon B schuiven we even uit de weg en patroon A zetten we op de plaats waar de muziek begint. Zet het geluid van track 1 zachter, dan hoor je het drumpatroon beter. Versleep de rechterbovenhoek van de region, zodat het patroon langer doorgaat met herhalen. Patroon A stopt waar toevallig ook de muziek stopt en patroon B begint. We laten patroon B beginnen met meerdere geluiden op de eerste tel en verder niets. Nu hebben we een mooi accent op de stop van maat 12. We korten region B in tot 1 maat en de intro is klaar. Je kunt nu met kopiëren en plakken de beat langer maken.
Je kunt patronen bijmaken, bijvoorbeeld een C-stukje voor onder het refrein. Het geluid van de drums kun je veranderen door een ander drumstel te kiezen. Bij dit nummer klinkt 808 een beetje raar. Misschien is country beter. Vergeet niet om regelmatig je werk op te slaan. Klik op Save. Selecteer Exit om de studio te verlaten.